Pinkpop. Rolling Stones and It's All Over Now. Goedemiddag iedereen op de Veronica 192 stream. De 1584 AM. Hopen we. Misschien hebben ze het voor elkaar. En in ieder geval op radio 227. Bijna overal in Nederland op de kabel. Tenminste, dat na vandaag zijn ze morgen overal op de kabel. Dat kan niet missen wat dat betreft. En zometeen hebben we voor Radio 2TC nog een klein verrassingje in petto. Maar nu, waar we allemaal de hele dag vol spanning op hebben gewacht. Kijk, ik zet er een stoeltje voor hem klaar. We gaan de microfoon even testen of hij het doet. Hij doet het ongelooflijk allemaal. Gisteravond werkte er nog helemaal niets. Maar uiteindelijk zijn de goden toch altijd een beetje Veronica gunstig gezind. En zeker dankzij de hulp als kanjers. Als Ron Blok hier, die alles van computers weet. Even een applausje, die het toch allemaal maar voor elkaar brengt. Willem van der Plank, die alweer naar huis is. Die even naar een speaker kijkt en die het dan ook spontaan gaat doen. Allemaal snoertjes, die zie je gewoon als in een science fiction film omkrullen. En dat gaat weer werken. Ook die hartstikke. En niet, ja, voor ik iemand vergeet, allemaal bedankt natuurlijk. Dames en heren, ik zou zeggen, gejoel, gejuich en een applausje voor Bart van Leeuwen. Oh, dat is de gastenmicrofoon. Bart die schuift. De enige die nu achter me komt is Daco. Hallo Daco. Ga even zitten, mannetje. Vriend. Zo, ja, als je, dat is meestal toch. Even kijken, doet hij het? Ja, ik heb een koptelefoontje voor je neergelegd. Hallo? Je... Ja. Het werkt allemaal. Het is niet te geloven, maar waar. Bart, hartelijk welkom. We gaan zo meteen uitgebreid praten over waarom jij er op 18 april toch niet bij was. Ik was er wel bij. Jawel. Nou ja, van een afstand. Bijna. Je hebt het in ieder geval fantastisch. Je bent de enige nog praktiserende DJ van Radio Veronica. Nee, periode. Niet. Echt waar? Ja, volgens mij wel. Ik zou ze gauw niet weten wie anders. Nou ja, Frans van der Beek, die leest nieuws nog. Nee, is dat dezelfde? Ja. Onze Frans van der Beek, volgens mij een ander hoor. Nee, volgens mij is dat dezelfde. Echt hoor? Ja. Nee. Nou, Frans van der Beek dan maar. Maar ja, oké, jij bent de enige waarvan we zeggen ja. Ja, maar net dat er geen intro aan zit. Ja, maar dat is moeilijk zo. Die zetten we even op. Kijk, dan zitten ze ook op mijn schouder dat ik, hij begon niet goed. Oké, nu wel. Deze speciale... We kunnen het toch proberen. Uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Noordenij, Quality Radio en Radio 227. Alle uitdrukkingen in dit programma zijn niet meer van toepassing en hebben alleen een historische waarde. Veronica. Veronica. Vergeten zijn, Klaas Vaak, Tom Mulder, want die is net die is terug op Radio 10 weer. Dus dat is fijn. Dus ik ben niet de enige op landelijk niveau die nog werkt van het oude clubje. En Giel Montagne? Ja, die doet Stichting Nederlandse Muziek. Ja, Nederlandse op de lokale omroep. Ja, precies. Zie je wel, ja, we komen er nog. Er zijn er wel een paar nog. En Rob Oud, riep je het, Zwarte Gat? Ja, ach gut. De arme man. Maar goed, Lex is natuurlijk ook weer actief in de radiobusiness. Hè? Ja, dat Oepie Woepie, die jeugd. Ja, precies. Oepie Woepie FM. Hij doet het gewoon weer over. Ja, hij begint gewoon weer opnieuw. Slim, ja, hij heeft gelijk. Ja. Goed, waar gaan we het over hebben? 18 april, hè? De Rode Draad, Ruud Doets. Hartelijk welkom, Ruud. Meld je. Hij is zo verlegen. Oh, hij is er nog niet. Nou, nee, hij kan elk moment komen. Nou ja, ik heb 18 april ook wel een beetje meegemaakt, hoor. In 1973. Ja, 73. Ja. Dat was... Ik was net aangenomen door Rob Oud bij Veronica. Die zei tegen mij van, je mag wel bij ons komen werken, maar dan moet je wel zorgen dat je niet in dienst komt. Want ik moest op voor de keuring eigenlijk. Hoe heb je dat gedaan dan? Ik heb me af laten keuren. Ja, hoe ging dat ook weer? Ik heb gewoon tegen die sergeant-majoor, kolonel-generaal gezegd, weet ik het, dat ik homo was. Oké. Okay. En dat hij zich moest voorstellen hoe hij het zou vinden om anderhalf jaar lang met een stuk of 20 lekkere wijven in een barak opgesloten te zitten. Nou, daar kon hij wel inkomen. Dus
Ik werd meteen afgekeurd en hij zag nog net hoe mijn vreugde sprong in de gang toen ik wegliep. Dus, maar toen had ik de stempel voor goed ongeschikt al. En ik was natuurlijk knettergek S5. Okay. En toen kon ik Robout vertellen dat ik aan het werk kon. En dat kon ik ook. Alleen 3 dagen later liep het schip op het strand van Scheveningen. En toen dacht ik, dat heb ik weer. Ben ik eindelijk aangenomen, gaat die zender naar de Filistijnen. Ja, want het was nog even spannend, want het was helemaal nog niet gezegd of dat niet in beslag zou worden genomen. Nou, daarom. Dus ik dacht echt, nou, dit is het einde. Dus ben ik eindelijk aangenomen. Nou ja, eindelijk. Ik was net 18. Ik bedoel, maar ben ik aangenomen bij de grootste zender van Nederland en loopt het kring op het strand. Maar goed, ik logeer in Groningen bij vrienden en ik ben toen heb me ingeschreven op zo'n busreis naar Den Haag voor die demonstratie. En daar heb ik rondgelopen als fan. Want niemand wist, behalve Rob Oud, dat ik bij Veronica zou komen werken. En ik in mijn jeugdige onschuld vertelde dat dan ook wel eens tegen een paar medewerkers. En die keken me dan zo meewarig aan van... Ja, ja, het zal wel. Daar heb je weer zo'n lijp. Maar het was echt waar. Ja. It's gonna be alright. Wie heeft er... Dat wil ik wel even weten van jullie allemaal hier, want het is hier hartstikke druk. Wie heeft er ook in die bus gezeten op weg naar Den Haag? Voor de demonstratie. Eén? Nou, dat valt me tegen. 2, 3, 4, 5. Oh, nog één. Ja, nou, het zijn er genoeg in ieder geval. Mag trouwens, ik heb even de microfoon daar neergezet. Mocht iemand hier aanwezig in de studio Lapershoek zeggen van... Nou, ik heb een vraag, die brandt me nou al... Sinds 1974 op mijn lippen. Maar ik moet je eerlijk, er moet wel een goede zijn, anders gaan we je met z'n allen uitlachen, hoor. Niet zo van... Ja. Nou, wat me opgevallen is, is in die... Ja, maar dat is eigenlijk een stomme... Nee, geen stomme vraag. Tijdens die busreis werd namelijk... Veronica zon toen uit op Caroline, tijdelijk, hè. Werd dat schip losgetrokken op de 18e, dus de Noordenei. Daar hebben we trouwens prachtige beelden van. Die DVD zullen we zo even opzetten voor hier. Ja, en toen waren er ineens 2 Veronica's tijdens die busreis. Die ochtend. Ja. En je wist niet waar je naar moest luisteren, want ze hadden allebei een ander programma. Dat fragment, dat... Oh, dat ligt nog thuis. En dat was zo'n raar gehoor. Dat stond... Ik had allemaal keurig van die fragmenten gekopieerd. Ik denk dat het leuk. Heb je eindelijk een keer je verstand meegenomen hier en laat je de fragmenten thuis liggen? Ik heb maar één excuus. Hij is wel flauw. Nou? Je ziet alles wat hier staat en dat moest ik weer allemaal in mijn eentje doen. Behalve weer de hulp hier van op het laatste moment natuurlijk weer. Maar, zijn we van je gewend. En sjouwen. Dus ik heb bijna mijn rug. Nee, maar zonder dolle. Het is gewoon te veel weer. We zouden eigenlijk niets doen, heb ik al gezegd. Gewoon wat LP'tjes en gezellig met elkaar babbelen. Nee, maar voor je het weet staat er toch weer... Een studio. Ja, en dat moet toch weer gesjouwd worden door die man. Ja, de jongens, jullie weten dus dat het ook heel anders had kunnen zijn hier, hè? Als hij hier gekomen was. Dus een paar tafeltjes en 3 t-shirts en dan had je het gehad. Dus ja, wees blij dat hij zich nog ingespannen heeft. Uitverkocht. Maar ja, het ging nogal erg hard. Maar goed. Als iemand een vraag heeft aan Bart van Leeuwen, treed nader. Kunnen we gelijk testen als de microfoon het doet. Als hij het niet doet, hoort heel Nederland je vraag niet. Nou, de meeste mensen hebben altijd heel veel vragen, maar ze durven ze niet te stellen. Er moet altijd één de eerste zijn. En dat is altijd heel vervelend. Ik ken dat ook van allerlei seminars en zo. Nou, dan moet je ineens wat gaan vragen. De enige vraag die ik wilde stellen, die heb je al beantwoord. En dat is? Hé, hey, waar zat jij toen het schip was gestrand? Die heb je al beantwoord. Ja. Kom maar, joh. Goed, hè? Ja, die plaat is altijd wel vals geweest. Ja, hey, dat klopt. Ja, het is raar. En het zal mijn vinger, inderdaad. Maar dat krijg je als je steeds water drinkt. Dat vind ik ook. De honeybeus. She makes me laugh. She makes me cry. With a twinkle of her eye. Leuke plaat hè, dit. De honeybeus. Can't let Maggie go. We hebben een vraag. Echt. Wie bent u? Rini Lopersen. Hoe? Rini Lopersen. Rini Lokersen? Ja. Waar kom je vandaan? Zierikzee. Oké, ik heb nu 2 vragen gesteld, nou mag jij. Ja. Nou, de Noordenei die lag op het strand. Ja. 18 april vlot getrokken. Ja. Toen zeiden ze, het is toeval. Ja. Was het ook toeval of was het gewoon een grote stunt? Ja, nou ik geloof niet dat als je een miljoenenbedrijf hebt met zoveel luisteraars, dat je dat schip zomaar op het strand laat lopen. Nee, niet het lopen, maar het lostrekken op 18 april. Daar ben ik nooit achter gekomen of dat een stunt was. Maar het was wel toevallig die dag echt heel erg hoog water. En een aantal dagen daarvoor, kan ik me herinneren, hebben ze een paar pogingen gedaan bij normaal hoog water. En daar wilde het niet lukken. Want het schip had zich toch behoorlijk, dat kon je ook zien, in het zand ingegraven. En als je... Zal ik het in procenten zeggen? Ik denk dat het voor 80% geluk is geweest. Toch? Ja. Ja.
En het kwam wel goed uit. Ja, natuurlijk komt het goed uit. Het komt perfect cadeautje. Uit. Wat ik me kan voorstellen is dat het op de 17e al zou lukken s'avonds. En dat ze gedacht hebben... Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. Als je dat ding los wil hebben, dan haal je hem er toch uit zodra het kan. Dan ga je toch niet wachten met het risico dat het niet lukt. Dus ik geloof niet dat daar sprake is, is geweest van een stunt. Maar ik kan je wel vertellen dat er geen enkel reclamebureau in de wereld is die zoiets kan verzinnen. Nee, dat geloof ik ook niet. Nee, dat geloof ik ook niet. Ja. Dat was echt fantastisch. Dank je voor je vraag. Oh, wat doet dat zeer? Het knerpt dat zo'n singeltje. Ja, maar dan moet je het ook maar op de middengolf horen. Ja. Precies. Oh. Rustig. Gaat het een beetje? Oh. Ja, oh, wacht even. Nee, het is hersteld. Okay. Er worden hier ook videoopnames weergegeven. Jammer voor de mensen die luisteren, want die kunnen dat niet zien. Maar er draait nu een fragment van de eerste Veronica-reunie. De oude Peppe wijzen. Ja. Goh, is iedereen oud geworden. Ja, en dat was in 1996. Hè. Dat is pas 10 jaar geleden, hè. En toen vonden we onszelf nog al zo oud. En nu zijn we 10 jaar verder. En nou, het is echt historie wat je hier op dat scherm ziet. Mooi hoor. En natuurlijk een aantal mensen die helaas er nu niet meer zijn. Dat is altijd wel triest om te zien. Maar dat hoort een beetje bij het leven, toch Ad? Ja, ja. Oké. Okay. Ik ben eventjes... Je bent weer aan het rommelen, hè? Ja, ik denk, we draaien gewoon nog een plaatje. Ja, je bent weer aan het zooien. We waren dat verhaaltje aan het vertellen van altijd die mazzel gewoon de plaat opzetten en dan kijken of het intro uitkomt. Bijvoorbeeld ja, en de Beatles. Dan begint het hier, hè, bijvoorbeeld. Ja, 1, 2, 3, 4. Searchers and take it or leave it. In een unieke stereofilm. Ja, favoriet groepje van jou? Ja, absoluut. Een van de eerste plaatjes. Nooit begrepen, maar... Needles and Pins vond ik al prachtig. Ja, alles voor mijn tijd hoor, dit. Ik ken er eigenlijk niet één waarvan ik denk, nee. Maar moeten we het niet weer eens over het doel live van deze dag hebben? Dit, Moeten we het niet weer eens over het doel van deze dag hebben? Ja, van het begon allemaal op 2 april. Ja. Ja, toen Noordwestenstorm. Toen de Noordenij het Scheveningse strand ontmoette en ontzettend verliefd werden een aantal dagen. Ja. Niet meer los te sjorren, die twee. Ik weet nog wel broodjes 538 worst. Daar kan ik me nog herinneren, ja. Ja, in Den Haag is ook een broodje. Ik bedoel, meteen van die uitbaters die dachten, hier zit brood in. Huppakee. En inderdaad, die vraag is al gesteld. Toen werd dat schip losgetrokken op die 18e. En dat was een cadeautje. Ja. En toen kwam daar ook die hoorzitting, demonstratie op het Binnenhof. En dat werd s'avonds, daar ben ik nog steeds een beetje onrustig van. Maar ja, altijd de regering natuurlijk... En de NOS nieuwsverslag die riepen van enkele tienduizenden fans. Ja, maar die 150.000 die wij riepen was het ook niet hoor. Het waren de 100.000. Ja, 103.000. Ja, nou, nee, het waren er geen 150.000. Nee, maar ook geen tienduizenden. Nee, 100.000. Oh, heb je ze allemaal geteld? Ja, ik had niks te doen die dag. Ik ga ze vertellen. Dat vind ik ook weer zo'n kreet. Precies 100.000. Nee, maar oké, de waarheid ligt ergens in het midden meestal, hè? Maurice van Leeuwen. Ja, nee, maar ze hebben wel inderdaad geprobeerd om Veronica op alle mogelijke manieren te bagatelliseren natuurlijk, hè? Dat, dat kan je aan de publieke omroep wel overlaten in die onder tijd. Het vloergeleed schrijven. Ja, absoluut. En weet succes je waarom? Niet gunnen. Weet je waarom? Nou? Commercieel belang. Vies van commercie zijn, maar wel commercieel belang hebben. Nou, dat hadden ze natuurlijk inderdaad ook. Ja, daarom. Het publieke bestel is natuurlijk nooit echt publiek geweest. Ja. Maar goed, dat voert misschien wat te ver nu. Het gaat nu om een schip dat de pech... Oh, daar zie je hem net hier op... Hij lag net op het strand. Op die videobeelden hier. Nou, bedankt voor de gezellige avond. Zie ik Ruud Doets weer roepen. Maar en hij is er nog steeds niet, hè? Ruud Doets eigenlijk. Ja. Spelbreken. Nee. Als je luistert onderweg... Ik weet niet of je hier nog zonder kleerscheuren binnenkomt veilig. Nee. Maar ze zijn allemaal heel boos. Het grappige, nou grappig is het niet... Maar het bijzondere was dat heel Nederland ook inderdaad het gevoel had, wat Rob Outhoek omschreef, dat er een soort lijk op het strand lag. Ja. Iedereen was verdrietig en je miste ook echt Veronica. Dat kwam natuurlijk ook fantastisch uit hoor, laten we wel weten. Het is grappig dat jij dat zegt, dat heb je onthouden, dat lijk op het strand. Ja, ja, ja. Op de documentaire die er is over die 18 april, daar hoor je dat hem dat ook zeggen. Ja, precies. Ja. Maar kijk, het was natuurlijk ook fantastisch, want heel Nederland kon even voelen hoe het was om Veronica te missen. Want we zijn toch, hoe lang uit de lucht geweest? Een dag of 10? Zeg maar, 2 april tot en met de 18e. Nee, want we zaten natuurlijk op Caroline. Caroline, was... Ik denk dat we 10 dagen, 10 dagen niet uitgezonden hebben. 11, hè? 11 op Caroline, ja. Ja.
Nou ja, die gekke vent van Caroline, die Ronan O'Reilly, die deed natuurlijk ook niet voor niks. Gaan we steeds meer herinneren. Geef toch eens wat te drinken? Nee, want die, zijn mast was kapot hè, van de Miami Go, van de Caroline. Hij kon niet uitzenden. Ja, nee, José van Groningen is nog aan boord geweest. Ja, om het te repareren. De zender was kapot. Ja. Ze hadden geen bandrecorders er niet meer. Want die hadden ook last van die storm gehad natuurlijk. Er zijn nog twee Revox heen gegaan, weet ik. En nog allerlei onderdelen. Nooit meer teruggekomen? Nee, dat was part of the deal. Ronan zei van, want dat is in de pers natuurlijk, ik bied mijn schip aan. Maar hij bedoelde daarmee te zeggen, als jullie zorgen dat ik kan uitzenden. Juist, precies. Dan, en daarna gewoon weggaan en dat mogen we houden. Dan, ja, precies. Nou ja, zakelijk gezien goed. Luister, het is wel zo, dat schip van hem ligt op de bodem van de Noordzee. Ja. En dat van ons komt binnenkort weer naar Nederland. Nou, waar bij Dordrecht, hè? Naar de meubelboulevard, denk ik, of zo. Ik weet het niet. Maar, ja, maar het gaat helaas weer een of andere discotheek voor de jeugd worden. Ja. Nou, ik vind het nog steeds jammer dat wij de dingen niet vind de jeugd heeft onderhand genoeg. Fuck de jeugd maar eens een keer. Ja. Moet gewoon een museum worden. Ja, ik vind het jammer dat wij dat ding niet gekocht hebben in de tijd. Ja. Nou ja, het is een beetje te duur. Ja. Nou ja, dat had natuurlijk een museum of een studio moeten worden. Tuurlijk. Ik heb echt zo, toen wij nog op het Lapersveld zaten met Veronica, de omroeporganisatie. Kunnen we misschien nu ter plekke regelen? Heeft iemand een miljoentje toevallig over? Nee, die strijkstokken van jou ken ik. Dus niet door, jongens. Maar heb ik een strijkstokken. Sta hier een beetje cd'tjes te Nee, maar wat ik wilde zeggen is, wij hadden toen wij Veronica Omroeporganisatie waren, dat ding op het Lapersveld neer moeten leggen. In moeten graven in de grond. Ja. En daar fantastische studio's in moeten bouwen. Hadden hebben. Ja, maar dat is niet gebeurd. Of een museum. Ja, museum. Maar goed. We zijn en blijven eenmaal piraten. Ja. En wat heb je dan nu? Doen. Oh, nee hè. Maar nee, maak je niet ongerust. Oh, het is niet de Nederlandse. Nee. Oh, gelukkig. Wel leuk overigens. Binnenkort een CD en los piraten. Ja, daar is hij beroemd mee geworden. Hè? Bijna. Nou, ook onze hij, altijd als je hem nodig had, stond hij daar, was hij daar. Als je morgen aan hem vraagt, wil je dit nog een keer zingen, doet hij het zo. Ja. Twee jaar geleden die in 99. Of nee, in 2004. Gaat goed met je. Ja, we hebben te veel reunies. Moet je ophouden. Hoewel, volgend jaar, gezellig toch? Zo. Ja. Doen we dit jaar niks op 31 augustus? Ja. Maar dan doen we het via Laser Radio. Oh, ook gezellig. Dan hoef ik maar 500 meter te fietsen. Ja, precies. En dan hebben we een iets meer geoutilleerde studio. Ja. Dan hoef ik ook niet zo te slepen. Nee, dat is mooi. Dat is goed geregeld. Nee, maar af en toe in het Lapershoek is ook gezellig. Is toch een beetje de bakermatte Zeedijk is er niet meer. Dus. Nee, maar Zeewolde is ook prima. Het is goed bereikbaar voor het hele land. Maar het is zo'n hele moderne, helemaal prachtige studio. Dus. Dat is, nou, dat is mooi. Kan alleen maar beter worden. Nou, zeg eens wat intelligent zat. Ik weet je wat ik zal even zo doen tijdens de volgende plaat? Laat ik Ruud Doetsjes bellen. Misschien weet hij niet waar het is. Waar hij blijft. Maak eens gebruik van de moderne technische middelen in dit geval. Ja, oké. Okay. Jij hebt een plaatje ook uitgezocht. Heb ik die uitgezocht? Hermans. Had je daar iets mee? Nou, ja, ik schaam me daar wel eens voor af en toe. Want het is natuurlijk een heel slap groepje eigenlijk. Nou, in Amerika was dat groot hoor. Ja. Nou, maar het komt door zijn melktandjes. Het is een beetje een lief jongetje. Nee. Ja, misschien is dat omdat ik van de andere kunnen ben. Maar ik heb eens een verhaal gelezen over de zanger van Hermans. Dat hij in een hotelkamer was, on tour. En dat hij door zijn hotelkamer liep met alleen een handdoek om zijn naakte lichaam. Lenden heen. En dat, er vervolgens een zanger van een andere groep, en ik weet niet meer welke, binnenkwam. En dat hij toen zo zijn handdoek liet vallen. Oh. En dat schijnt wat moois geworden te zijn. En dan moet ik altijd aan denken als ik Hermans hoor. Sorry hoor. Nou, dan is ja, dit is heel Freudiaans. Sorry. Is de volgende maar, misschien wel heel toepasselijk voor jou? I can take or leave your lover. Nou, is altijd beter dan No Milk Today. Dit is echt zo'n offshore plaatje. Peter Dekamp binnen. Dick Bol binnen. Ja, het is, Alleen Ruud Doets, dat duurt nog even. Ah, oh, misschien kan ik heb weer de gelegenheid niet. Klopt dit schema wat ik hier heb trouwens van vandaag? Is dat nog allemaal actueel? Nee, dat is oud. Nee. Oh. Zometeen hebben we, ik dacht, je kan het volgen via de website. Een uurtje van Muziek Express. Ja, dat zeg ik net. Dan vertel ik dat even. Dat staat hier ook gewoon. Echt waar? En daarna van is het 4 actueel? Tot 5. Oh, sorry, neem me niet kwalijk. Eddie Becker. Ach.
Daarna de Rob Hout Show tussen 5 en 6. Ik heb sterkere lenzen nodig. Joost mag het weten tussen 6 en 7. Dat wordt allemaal uitgezonden. Ja, klopt. De Lex Show tussen 7 en 8, waar die hoort. Lex Harding. De tipperade met Wil Luikinga. Heeft hij dat ook al gedaan? Ja, invaller of zo. Ah, oké. Ik denk, Wil moet er natuurlijk ook een keer bij. Als gaat hij weer, misschien is hij dan weer boos. Weet je wat ik leuk vind? De Robbie Dale Show vanavond. Vannacht van 12 tot 1. Ja. Daar staat hij ook. Ja, dat is en leuk. Het radiodrama. Van dat zit er gelukkig weer goed hersteld. Herstelde Klaas Vaak. Ja. 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 Nou, bedankt allemaal. Je hoeft niet naar huis hoor.